Coca-Cola? Ja. Hij zou toch leuk hier om zitten? Wow! Oh, dat zijn mooi. Dat is een maaltijdje. Eerst dan. Peligroso. Oh, oh. Ja, dat is een tegenwijsje. Beneno. Nee. Ja, ja. Ja, het gaat u mee zo goed. Wat doe je doen? Ook niet. Ze hebben ook al merci. Ja. Wat een jongen zeg. Pintjes ahí y pintjes ahí. Ja, die eet je ook op. Staan, op. Die nog even proberen, die leeuwpaard. Ja. Ze bewegen niet meer. Ja, die is die. Deze. Oh, breek de ring af. Ring. En daar kun je niet met je voeten in trappen? Huh? Nee. Nee, nee, nee. Dat moet je echt, dat krijg je gelijk. Dat is wel gelijk je voet. Hoe heet dat ding dan? Oh, oké. Okay. Ah, ja. Maar kijk hier. Dat is zijn beschermer. Die staat in de. Ja, deze jongens hebben alles natuurlijk ontzettend goed voor elkaar. Hij gaat met het bootje de zee op. En kijk eens wat hij hier heeft. Een echte sonar. Hij weet precies waar alle vis zit. Twee kleine hondjes die geen huis hadden. En deze man heeft het spul wat eten gegeven en ze zijn niet meer bij hem weg te slaan. En nu woont hij in zijn kleine huisje samen met drie honden. En de ene is ook nog zwanger. Eens kijken, wacht even. Wow. In de verte ligt Alicante en zo staan we nu weer op een rij. Vannacht stonden we hier met 17 campers, waarvan één caravan, sorry. En dit is het strandje dan en dat is Urbanova. Met ook allemaal vissers die hier dag en nacht staan. En natuurlijk de zee. John gaat in het water. Er liggen allemaal stenen. Wat dapper hoor. Yo! Het is nog wel koud, zegt John. Ja, dat wil ik best geloven. Het is vandaag ontzettend rustig. Gisteren was het hier stervensdruk. Maar ja, het was ook zondag, hè. En nu staan we met een paar campers, een paar auto's en wij zielig op top.
bevalt ons goed.